Daar staat hij dan, de aanvoerder Tarik Evre. Ja, Piet. Ja, nog de beste wensen en heel sportief 2022. Dankjewel, voor jullie ook, voor heel DVS, voor al onze vrienden en familie. Ja, zo is dat. Er staat wat belangrijks te gebeuren volgende week dinsdag. Zeg dat, Piet. In Arnhem. Ja, zeg dat. Dat komt je ook bekend voor, Arnhem, of niet? Het is voor mij een soort thuiswedstrijd. Hè? Ik heb daar tien jaar lang gezeten, de hele jeugdopleiding doorlopen. Dus ja, een soort van thuiskomen voor mij. Inderdaad, een soort van thuiskomen. Ja, we hebben hier ook nog een eerste elftal speler gehad. Richard Terpstra, misschien ken je hem wel. Ja, wel gehoord, die, zeker. Die is even wat ouder, maar die heeft natuurlijk ook in Vitesse 1 zelfs heeft hij gehaald. Okay, ja. Heeft in de Arena, denk ik, nog gespeeld tegen Ajax. Ja, dat was ongelooflijk. Ja. Ik ken er nog één uit de kleedkamer. Ja, zeg eens. Harry Pinacci maakte zijn debuut tegen Ajax in de Arena. Ja, nou, ja, ook bij voor Vitesse. Ja, ongelooflijk. Ja, dus ja, dat, en nog een paar die daar hun opleiding hebben gehad. Hè? Noemen ze wat? Daantje Huiskamp, Finn Kluiver, Benjamin Roumeillon, ikzelf, Jeremy Jonker is er geweest. Ja, Heidi dan. Ik weet niet of ik er dan nog een paar vergeet, maar volgens mij zijn toch al wel een handjevol namen. Jullie kunnen daar aan die Vitesse-bestuurders laten zien dat ze een hele grote fout gemaakt dat hebben. Dat ze destijds een gigantische fout gemaakt hebben. Nou ja, ja, inderdaad. Dat zou mooi zijn. En nu speel je gewoon bij DVS. Een club wat hoort bij de beste 16 van Nederland. Beste 16 en ook nog in het Geel-Zwart. En ook nog eens geel-zwart. Nog steeds in geel-zwart. In ieder geval gaat geel-zwart door. Geel-zwart gaat hoe dan ook door tegen Vitesse Piet. Heb nog steeds lekker naar je zin bij deze club. Ja, absoluut. Ja? Ja, absoluut. Zeker. Weinig coronagevallen ook. Valt Piet, me echt op. Ik weet niet of die ergens kan afkloppen. Maar zeker richting dinsdag zou het absoluut heel fijn zijn als, het zo, als we deze lijn door kunnen trekken. En vrijwel iedereen fit. Vrijwel iedereen fit. Dat is wel mooi. Ja, Kenneth is op de weg terug. Dus daar zijn we ook heel blij mee. Ja, en als je dan zometeen gewoon iedereen fit hebt, ja, dan heb je ook zoveel keus. En dan gaat de kwaliteit van een training, maar ook van zo'n wedstrijd, gaat gewoon gigantisch omhoog. Ja. Ja, daar hebben we gewoon profijt van. Je verheugt je al op de intensiteit van zeker het defensieve gedeelte van DVS, van deze wedstrijd? Ja, absoluut. Ja, ik bedoel, we zullen niet heel veel de bal hebben. Daar zijn we ons ook zeer zeker bewust van. En dat is ook helemaal niet erg, is ook helemaal geen schande. Tegen Eindhoven hadden we de bal ook niet heel veel. Eindstand gaan we wel de koker in naar de volgende ronde. Dus, en ik wil niet zeggen dat dat nu ook heel makkelijk zal gaan gebeuren of wat dan ook. Maar een mens moet droom hebben. En die hebben wij als team zijnde, absoluut. En wij zullen er alles aan gaan doen en onze huid zo duur mogelijk gaan verkopen. Om Vitesse zoveel mogelijk tegenstand te bieden tot aan de laatste seconde. Goede tactiek in elkaar steken, net zo ongeveer zoals tegen Eindhoven, denk ik. Ja, ik denk wel op die lijn voortborduren. Dat denk ik wel. En ik denk dat we daar als team zijnde ook wel, als collectief zijnde ook op één lijn zitten. Dus dat is ook wel een mooie gedachte en een fijn gevoel. Ja, en daar gaan we uiteindelijk tegen Vitesse gaan we er alles aan doen om die tactiek die we hebben zo goed mogelijk uit te laten komen. En Benjamin Roumeillon wordt bij ons zo'n beetje de tweede Openda, maar dan spelend bij DVS, toch of niet? Ja, nou jij hebt het gezegd, Piet. Ja, inderdaad, dat is een beetje, dat zou wel mooi zijn, ja. Dat is wel leuk op tegen zo'n Europees talent, hè? Want hij wordt gekenmerkt als vier grootste talenten van Europa. Ja, ik las er ook iets over, inderdaad. Dus ja, dat is heel mooi om jezelf daarmee te meten en even kijken waar je staat na dinsdagavond. Ja, heb je een goed gevoel van de groep? Ik heb echt een super gevoel, Piet. En dat meen ik oprecht. Ik heb echt een heel goed gevoel. Dat leeft ook zo in de kleedkamer. Binnen de club, iedereen die ik spreek. Wat mij deugd doet, is dat iedereen een sprankje van hoop koestert. En dat vind ik wel heel mooi. Het is niet zo dat ze hier zitten en denken, ja, na de wedstrijd lachen, gieren, brullen en we zien wel wat er gebeurt. Er is echt een stukje leven van die droom. En dat vind ik wel heel mooi om dat mee te maken. Hier spreekt weer een echte aanvoerder. Dankjewel. Ja, dankjewel, mijn complimenten. Dankjewel, Piet. Tarik, heel mooi. Dankjewel. Heel veel succes en vertaal dat goede gevoel dinsdag in het veld. Absoluut. Okay? Gaan we alles aan doen. Dank succes wel. Namens DVS-TV. Dank jullie wel.